Wat was de invloed van de Fransen, Joden, Italianen en heel veel andere nationaliteiten op de historie van Leeuwarden? Mohamed Farmani nam burgemeester Kroonen vrijdagmiddag daarvoor mee op de eerste multiculturele wandeling door zijn eigen woonplaats. Nou, lekker in het zonnetje weer. Ja, prachtig. Ik heb echt vandaag geluk gehad. Ja. Farmani is van Iranese afkomst, maar woont al bijna 20 jaar in Leeuwarden. Ja, hij woont hier al 20 jaar en je merkt dat hij ontzettend veel weet van de stad, van alle details, van panden en families die daar hebben gewoond, van bedrijven. Kijk, die pomp eigenlijk moet hier hebben. Komt er maar hier graag. Het is een nep pomp aan de muur. Het is symbolisch van de droogstrijd. Vroeger reisde hij. Ja, de droogstrijd, ja, grappig. Hester, waarom doen jullie dit? Nou, deze stadswandeling is eigenlijk een onderdeel van een heel project dat we georganiseerd hebben. Samen met de afdeling welzijn van de gemeente. Sinds januari is er in het HCL een fototentoonstelling te zien. Die heet Thuis in Leeuwarden, multicultureel samenleven in de Friese hoofdstad. En daarin hebben we, door middel van die foto's, wilden we laten zien hoeveel verschillende bevolkingsgroepen er eigenlijk in Leeuwarden wel niet woonachtig zijn. Hè? En in totaal zijn dat er een stuk of 80. Ik denk dat een heleboel Leeuwarders helemaal geen beeld van hebben. Nou, bij die fototentoonstelling hebben we allemaal activiteiten georganiseerd. Een paar lezingen. Van, bijvoorbeeld van een echte Leeuwarder van wie de voorouder een Italiaan was. Nou, die kon over die hele familiegeschiedenis hier in Leeuwarden heel mooi vertellen. Nou, naast die lezingen hadden we ook een stadswandeling op touw gezet. Want het kon eigenlijk niet ontbreken. En, nou ja, we hebben net tijdens de wandeling al gezien dat er zo'n rijke geschiedenis is. En dat er zo'n groot verhaal te vertellen is over al die nieuwkomers die ook 500, 400 en 300 jaar geleden hier in Leeuwarden kwamen. En dat hebben we door de middel van die wandeling willen laten zien. De plekken die Farmani liet zien hebben een relatie met nieuwkomers in Leeuwarden door de eeuwen heen. Die meneer, hoe heet dat? Brengsmeijer? Eerst zijn vooral hadden uit Duitsland stoflappen meegenomen. Soms ook maakte ook kleding. Dus langzamerhand kwam hier om geld te verdienen. In Nederland, zeg maar, Leeuwarden voor hun viel mee. Dus langzamerhand had even man ook geroepen. Dus kwamen hier, dus hebben begonnen met ook alle twee, met Heineken ook. Ja, die man heeft zich enorm in verdiept. En dat is denk ik heel belangrijk, want ook Leeuwarden is helemaal niet de stad waar honderden jaren alleen maar Friezen en Leeuwarders hebben gewoond. Maar er kwamen altijd nieuwe groepen binnen. Dan weer uit Duitsland, dan weer uit Italië, dan weer uit alle delen van de wereld. En dat zie je dus in al die panden en al die bedrijven terug. Dus dat is een goede les voor de huidige fase met nieuwe Nederlanders. Is dat iedereen vindt zijn plekje, maar verdiep je ook in wat er nu gebeurt. Hema. Okay. Hema. Hema. Hema was vroeger herberg. Hema was vroeger herberg voor de maskramer. Het grappige is dat een allochtone Leeuwarder de gids is. Nou, daar moet toch eigenlijk wel, vind ik, bij zo'n stadswandeling. We kunnen hetzelfde verhaal vertellen. Maar ik ben blij dat meneer Farmani goed erop gestudeerd heeft. En het ook leuk vond om deze wandeling te gaan doen. En hij is eigenlijk ook wel een echte Leeuwarder te noemen zo langzamerhand. Want hij woont al 20 jaar met plezier in Leeuwarden. En wist een mooi verhaal te vertellen. U werd een relatieve nieuwkomer in Leeuwarden. Is het de bedoeling dat dit voor alle nieuwe Leeuwarders gaat gebeuren? Nou, ik vind het wel heel leuk dat er komt ook een boekje van al die dingen. En misschien is het wel een aardig idee om alle nieuwkomers ontvangen, altijd alle nieuwe inwoners van de stad ontvangen. Hè? Dus waar ze ook vandaan komen, of het nou uit de Randstad is of uit het buitenland. Heb ik vorige week ook weer zo'n bijeenkomst gehad met 70 mensen. Misschien doen we volgende keer dat boekje dan in ieder tasje. Wie de stadswandeling mee wil lopen, krijgt daarvoor komende zondag nog de kans. Zeker. Aanstaande zondag, dus 19 april, dan is de wandeling ook voor het publiek te lopen. Dan vanaf 3 uur 's middags kan iedereen bij het HCL komen. En dan zijn er 3 gidsen die de hele wandeling ook gaan doen. Duurt ongeveer 1,5 uur. Nou, dan kom je langs de mooiste plekjes in de Leeuwarden binnenstad. Dus iedereen is welkom. Mensen die niet in staat zijn mee te lopen of niet mee kunnen lopen? Nou, die kunnen in eerste instantie even op de website van het HCL kijken. Dat is www.historiecentrumleeuwarden.nl. En daar is ook de hele tekst op na te lezen. En het is ook onze bedoeling om in de loop van het jaar nog een boekje uit te brengen met de hele route van de wandeling. En daar is ook het hele verhaal dan weer in terug te vinden. En dan kunnen mensen gewoon zelf de straat op en de wandeling zelf lopen. Heeft u nou wat opgestoken vanmiddag? Ja, ik ben al druk aan het verdiepen in van alles en nog wat. Dus, maar je leert iedere keer weer nieuwe dingen, want er komen iedere keer weer nieuwe historische feiten boven tafel. En daarom is het ook mooi dat Leeuwarden dat allemaal nu samen met historici allemaal in beeld brengt. En toegankelijk maakt voor de eigen bevolking en mensen van buiten. Is het een aanvulling op wat er al is? Absoluut, absoluut. Het is een heel rijk verhaal geworden. En los van de algemene historische informatie die je tijdens de wandeling tegenkomt, zijn het gewoon hele leuke nieuwe feitjes en verhalen die mensen nog niet kennen van de stad. Dus ik vind het echt een must voor mensen om eens te lopen.
Mijn woorden zijn niet genoeg om alles te vertellen, maar zo'n sfeer heb ik gekregen, dan heb ik nieuwe energie, echt waar. Ja.